Hij komt. Hij komt. Die lieve, goede Sint. Beetje een vieze tekst, hè? Maar ja, goed, een kinderhand is snel gevuld. Laten we maar naar de review gaan. Ja, je zag het al in de thumbnail natuurlijk wat het gaat worden. De Chocoletter. Een samenwerking voor de Lidl. Voor de Lidl en met een Lidl, zo. Chocoladeletter. Goed zo, Randy. Lekker bezig, jongen. Ja, een steenbruggen samen met de molen. En die hebben deze dubbel op de markt gebracht met 7%. Alleen maar te krijgen in de Aldi. Ja, nou ja, goed. 2 weken geleden was die aanbieding, of aanbieding, €1,99 voor een flesje. Ik heb het geluk gehad dat mijn Albert Heijn, echt goed, dat mijn Aldi hier nog voldoende van had. Dus daar was ik blij mee, want ik was 2 weken te laat. Eerlijk is eerlijk, eerlijk is eerlijk. De dubbel chocoletter, 7% dus. Ja, en als het goed is, mijn collega bierreviewer en inmiddels ook wel goede vriend geworden, als ik het zo mag benoemen, de Bieromaniac Simon, upload hem als het goed is ook vandaag. Als hij hem nou eerder hebt upgeload, dan zeg ik shame on you. Dat hebben we niet afgesproken. Nee, we hebben helemaal niks afgesproken, hoor. ja. Ik heb geen steenbruggenglas. Ik heb geen de molenglas. Dus we pakken een brouwerij die er helemaal geen reet mee te maken heeft. Het Uiltje. Maar het is wel een mooi glas. En natuurlijk... Randy's Bierblog. Ja, Randy's Bierblog. Ja, origineel, hè? Ja, dat doen we het allemaal voor. We doen dat allemaal hier om origineel te zijn. Ja, nou, without further ado, we gaan eerst maar eens even dit bier inschenken. Yes. Ja, ik kan wel een Sinterklaasnummer gaan zingen, maar ja, die teksten ben ik gewoon niet zo van... Nee. Beetje kindonvriendelijk, vind je niet? Ik vind van wel... Kan toch tegenwoordig anno 2023 niet meer? Nee, ik vind dat echt niet kunnen. Ja, je weet wat gaat komen. Het thumbnail momentje. Maar niet alleen maar dat. Zo, hoe ga ik dit nou weer doen? We moeten een verhoging hebben op een flesje. Kijk, zo. En dan doen we even dit. Randy's beerblog. En dan hebben we opeens... De thumbnail. Yes! Nou, zoals je kan zien, het gaat goed in het glas. En ik moet zeggen, tijdens het inschenken had ik al zoiets van... ik ruik chocola. En dat is goed natuurlijk, want er zit een chocoladeletter in. Maar ja, with a blow of chocoladeletter... Oh, ik zit nou hier op dat ding te kijken. With a blow of chocoladeletter. Ik bedoel, ja... Dat is... dat kan heel weinig zijn, zo maar te zeggen. Maar nee, ik ruik het... Echt wel heel goed in het aroma, zowel de romigheid als de chocola. Daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Dat valt me helemaal niet tegen. Cheerio's. Dit valt me oprecht niet tegen. Nee, valt me echt oprecht niet tegen. Nog steeds een fijne bitterende afdronk. Maar ook dat romige en dat... Ja. Dan gaan we maar even kijken. Of dat nou ook nog eens een keer... Ik kan me eigenlijk bijna niet anders voorstellen. Of dat ook nog eens lekker samengaat met de chocoladeletter. Als ik hem open krijg. Je ziet gelijk dat ik gewoon van die reviewer ben. Hè? Oh, hij is al gebroken. Een gebroken egg, een gebroken Randy. Nou, cheers. Je hebt al eens met die goedkope chocola. Dat het te zoet is. Valt me dit wel mee.
En met het bier valt het ook heel erg mee. Ja. Als je dit samen eet, dan proef je zeg maar, in combinatie proef je de bitter beter in bier. Maar ja, goed. Ja, lekker. Ik denk niet dat mijn tandarts hier heel blij mee is. Sorry tandarts, maar wel lekker. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Het leek me interessant, maar ik was bang dat de chocolade te weinig naar boven kwam. En dat is niet het geval. Hij is goed doordrinkbaar. Eigenlijk helemaal niet zo zoet. Ik vind hem wel geslaagd. Ja. Voor mij krijgt het een 7,5. Ik vind het leuk. Ik vind het een leuk projectje van deze beide brouwerijen. Ik ga deze ijsbokken. Want dat wilde ik. Dus dan gaat de smaak nog meer geconcentreerd worden. Die komt als short op mijn kanaal. Wanneer dan? Het is vandaag dinsdag, hè? Want 5 december is op een dinsdag. Laten we zeggen dat ik het op vrijdag de ijsbok er gewoon lekker achter knal. En als dit geen duimpje omhoog verdient, hè? Dan weet ik het ook niet meer. En als je geen abonnee wordt, hè? Dan. Ja, dan hoop ik dat ik die 100.000 win. Ja, dat zal wel leuk zijn, toch? Yes. Tot de volgende keer. Cheerio's.